Stel je voor, het jaar is 1983. Je gaat naar buiten naar de laatste MotoGP-wedstrijd van het jaar. Freddy Spencer heeft zojuist de 500cc-titel te pakken en dat met maar een 3-cylinder Honda. Met dat in het hoofd hoor je een tweetakt rijden. Maar het is niet alleen in je hoofd. Hij klinkt agressief, maar is zeker geen 500. Je denkt door het iets hogere gejank aan een 50cc, omdat in 83 de laatste 50cc MotoGP was. Fun fact, maar helaas, rest in peace. Anyway, de tweetakt komt met relatief hoge snelheid op je af. Hij is blauw met wit. Suzuki? Dit, dames en heren, is een motor met meer vermogen dan een A2 en het gewicht van een Yamaha TZR 50. Ik heb het over de Suzuki RG250 Gamma? Gamma? Oh, Gamma. Suzuki RG kennen we waarschijnlijk nog wel van die brute RG506 van Hans de Wit. Yeah, that's a dream bike right there. En op zich heeft ook een coureur genaamd Jack Middleburg in 81 en 82 gereced met Suzuki Fabrieks RG's. Dit waren wel alleen 500cc's. Nou ja, vroeger had je natuurlijk coureurs die in de 250cc raceden. En in de 250cc hadden ze dan een RG250 met een echte racer, zeg maar. En ze hadden een weg 250 voor als ze gewoon op de weg wouden rijden. Dus die gasten die gingen gewoon lekker in een leren pakje. En dan gingen ze gewoon knallen over de straten in die tijd. In de jaren eind 70, begin 80. En ja, dat gaan wij dus nu nadoen. En dit kon zowel coureur als liefhebber doen tot 88 met dit type fiets. Want daarna kwam de RGV250. Om een verder beeld te geven van de Suzuki RG pak ik even wat specificaties van de RG en zijn concurrenten. Beginnend met vermogen. De 83 MK1 RG250 Gamma draait al 46 pk, terwijl in hetzelfde jaar de Yamaha RD250 38 pk draaide. Honda ging weliswaar op kop met de MVX250 die in 83 al 49 pk draaide, maar dit was een unieke 3-cylinder en hij woog ook iets meer. Maar goed, dat gewicht was al niet veel, maar ja, no joke, de complete Suzuki RG250 Gamma weegt maar 131 kilo. Wat? Dit komt onder andere omdat het hele twinspar frame van aluminium is. Maar zo'n dun en licht frame met wegbanden en dan op openbare weg? Laat ik eens testen hoe dat gaat. Op een motorfietsje van 130 kilo of zo. Het ding weegt echt niks. En zo voelt het ook. Want je zag het net, als ik één keer op het gas ga, dan vlieg je best met dat ding.
die wind. Give me your wind. Thank you. En zoals je waarschijnlijk al wel zag, dat achterwiel, dat voelde ik best wel heen en weer zwieperen als je flink de power bent in de bocht gaat. Maar ja, vind je het gek, dat hele ding is gebouwd van aluminium. Hij is natuurlijk wel redelijk stijf, maar het is een beste berg vermogen voor zo'n klein fietsje en een klein frame. Maar goed, het vermogen van deze tweetakt komt natuurlijk allemaal door die keidikke tweetakt expansiepijpen. Ze lijken niet heel groot, maar als ik ze vergelijk met een Honda NS1 uitlaat, zijn deze expansies bijna twee keer zo dik. De carburateurs zijn ook niet heel groot, 28 mm Mikunis, maar alsnog rij je een goede 1 op 15. Niet heel zuinig voor een 250. Je hebt een 17 liter tank, best flink voor het kleine ding, en een super fancy tankdop waar weer een dop in zit voor 1,2 liter stinkolie. Maar goed, dan kan je wel even flink blazen. Dus, dit ding, dit trillende machientje, is een RG250. En ik moet zeggen, ondanks dat het 250cc is, komt het best wel van zijn plek. De Suzuki is flink uitgerust alsof hij geboren is voor circuitracen. Vooral voor zo'n kleine fiets. De voorkant is namelijk voorzien van twee flinke remschijven, niet de grootste, maar goed. En op de Posi voorvork zit een anti-dive system. Heel kort uitgelegd, een anti-dive system zorgt ervoor dat wanneer jij een harde klap krijgt op je voorvork, dit met racen waarschijnlijk door heel hard te remmen, er meer druk wordt gezet in de voorvork en je daarom minder naar voren wordt gelanceerd. Best ideaal. Mits het werkt. Omhoog hebben we het dashboard. Ik vind hem fancy, behalve dan dat we net als met mijn ZXR Ninja weer niet kunnen zien hoeveel benzine we nog hebben. Vind ik op zich redelijk cruciaal bij deze, gezien je niet graag een 250 tweetakt midden op de snelweg wil droogrijden. Instrumenten zijn voor de rest redelijk. Ik vind ze netjes, maar echt K dat je bij dit soort knipperlichtschakelaars zelf de schakelaar terug moet zetten naar het midden. Oh ja, en ondanks dat er een runknop is, mag je hem alsnog lekker aantrappen. Voor een 16 inch wiel en achter een 18. Net als dat men in de 80's in de racerij ging spelen met verschillende maten velgen, heeft ook deze fiets dat. Bij mijzelf komt dan gelijk de vraag omhoog, heeft het ook nut voor mij op de weg? Nou, ik heb een aantal keer gehad dat ik echt goed schuin door de bocht kon gaan, maar ik heb dan ook meegemaakt dat die wel ging schuiven. Dat was het limiet van de fiets. Voor de rest qua looks vind ik de kuip niet heel mooi. De latere types hebben een vol kuip en die vind ik echt prachtig, vooral de Walter Wolf. Wel vind ik het kontje van deze fiets echt alsof hij zo naast de DeLorean kan van Back to the Future. Kei gaaf. Vooral de manier hoe de knipperlichten zijn weggewerkt. Ik moet trouwens ook zeggen, ondanks hè, dat dit dus een jaren 80 tweetakt is, eind jaren 70, begin jaren 80 technologie, die temperatuur blijft nog best wel goed, ook laagtoerig. En dat vind ik best netjes eigenlijk, vooral met deze hitte, want het is nu ruim 30 graden buiten, dus ik heb het te doen met dit ding, maar eigenlijk valt het me wel mee. Tweetakt is niet voor lage toeren rijden, want daarvoor is het een tweetakt. Maar ik moet zeggen dat ondanks dat het maar 250cc is, dat het nog genoeg koppel heeft en gewoon lekker kan rijden. Ik denk dat je hier geen enkel probleem mee hebt als je in de stad wil rijden zelfs.
Behalve dan bepaalde steden waar je überhaupt niet eens naar binnen mag. Maar hè, dat zijn details. Dat zijn gewoon details. Ja. Dat ging leuk. Ja. Ik moet zeggen, voor een 250, zoals ik net zei, het is best wel vlot. Ik ging hier al een 160 ruim op de teller en ik moet zeggen dat ik vind het knap. Vooral als je ziet dat het in die tijd gebouwd is en ja, dan qua techniek en niet eens het optimale eruit gehaald. Ja, ik vind het een heel leuk dingetje. Dus, wil je lol hebben met een lichte motor die veel power heeft en niet per se zuinig hoeft te lopen? Koop een jaren 80/90 tweetakt racer. Ben je net als ik nu overtuigd dat je er een wil? Deze is niet te koop, maar hier zijn de prijzen. Ik vond precies dit type en dit jaar. Althans, het jaar is niet goed aangegeven, want dit type met deze kuip is een 84er. Maar deze staat te koop voor maar 1500 euro. Wil je iets meer uitgeven en nog meer power hebben? Koop dan een dikke RGV 250 voor alsnog een schappelijke 3500 euro. Op zich schappelijk, niet heel duur namelijk, als je even research doet naar een NSR 250, een van mijn droommotoren. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem vet vond, dat je genoten hebt van de shots en het dikke tweetakt geluid. Zet dan ook even in de reacties hier beneden wat jij vindt van zo'n ding en wat je ervan vindt dat deze fietsen gewoon nog steeds op de weg mogen rijden. Ik vind het keivet en ik kan niet wachten totdat ik zelf zo'n ding in mijn garage heb. Vind je dit soort video's vet en wil je meer zien? Abonneer dan, geef even een blauw duimpje. Op deze manier laten we ook andere mensen zien wat dit kanaal is. En laten we de video's meer naar voren komen. Ik check jullie de volgende keer weer. Later!